We hadden natuurlijk een tijdje lang de metroman en we hebben allerlei de Uberman en nu hebben we eigenlijk de watjesman. Mannen praten steeds meer over hun gevoelens, zo lijkt het. Waar het normaal chickflicks zijn die liefdesperikelen aan de kaak stellen, komen nu de mannen aan het woord. In de komedie Mannenharten worden de nodige clichés uit de kast getrokken. Het cliché dat mannen niet kunnen luisteren en alleen maar over voetbal praten, dat klopt echt niet. Ja, mannen natuurlijk dat ze seks en liefde natuurlijk kunnen scheiden. Dat ze inderdaad niet kunnen praten. Ik denk dat dat echt misschien wat het grootste ding is. Dat ze het niet kunnen en niet willen. Of vragen ze of ze überhaupt kunnen praten, mannen. Maar het grootste cliché is toch wel... Dat mannen niet met hun hersens denken, maar met iets anders. En zo, dat soort toestanden. Ik probeer veel seks te hebben. Nou ja, en dat ze inderdaad... Er is toch zo'n ding dat je dan elke 10 seconden aan seks denkt? Seks. Nou goed, dat is wel waar. Dat is gewoon waar. Even kijken, we hebben nu een interview van ongeveer 50 seconden. Ik heb volgens mij één keer een seks gedacht. Seks! Dus dat is geen cliché, dat is gewoon keiharde waarheid, biologie. Seks. Nee, maar ja, wij denken veel aan seks. Volgens mij is dat biologisch gestuurd, kunnen we niet zo wel aan doen. Dat is een soort biologische stoornis. Dat is een klein foutje in de biologie, of misschien is het best goed, ik weet het niet. Maar ja, ik denk wel dat we veel aan seks denken. Maar dat is volgens Barry niet per se een probleem. Mits je het op een andere manier verpakt misschien. Seks heeft ook wel met liefde te maken. Dus zo is het bruggetje naar de liefde ook alweer gemaakt. Dus we denken misschien wel om 10 seconden aan liefde. En daarbij hele geile seks. De opnames van Mannenharten zijn in volle gang. Het resultaat wordt november volgend jaar verwacht.